In de vorige les heb ik al van alles uitgelegd over de mogelijkheden om te zoomen en navigeren in je foto. In deze les nog wat extra mogelijkheden, speciaal voor de bezitters van Photoshop CS5 of hoger. Als ik het vergrootglas in de gereedschapskist kies, dan kan ik boven in de gereedschapsopties kiezen voor zoomen door slepen. Dat vinkje heb ik dus aangezet, en dat biedt me de mogelijkheid om inderdaad te zoomen door slepen. Ik ga nu ergens in mijn afbeelding staan op een plek waar ik in wil zoomen. Druk de linker muisknop in en tegelijkertijd sleep ik naar rechts. Op die manier kan ik traploos zoomen. Ik kan dus heel nauwkeurig bepalen tot op welk niveau van detail ik in wil zoomen en ik kan daarin, zoals gewoonlijk, ook heel ver gaan. Als ik weer mijn linker muisknop indruk en ik sleep nu naar links, dan zul je zien dat ik uitzoom in mijn afbeelding. De plek waar ik met mijn cursor ga staan bepaalt dus welke plek ik in ga zoomen. Maar er is meer. Als ik een ander gereedschap heb geselecteerd, zoals ik bijvoorbeeld nu doe door het penseel te selecteren, dan kan ik de spatiebalk indrukken en zie je de cursor veranderen in een handje. Als ik dan ook nog de alt-toets indruk, dan zie je de cursor veranderen in een minteken in het vergrootglas. Het maakt niet uit of daar een min of een plus staat. Als ik nu wederom mijn linker muistoets indruk en naar rechts ga slepen, dan zie je dat ik op dezelfde manier traploos kan inzoomen, naar links slepen, traploos uitzoomen. Op die manier kan ik dus zonder van gereedschap te moeten wisselen heel makkelijk inzoomen op bepaalde details in mijn afbeelding.